We beginnen nu aan het tweede gedeelte van deze historische context. Dat betekent ook een nieuwe leidende vraag. Daar staat hij: in welke mate is de Franse Revolutie verlicht te noemen? En we gaan nu, nadat we dus eerst uitgebreid hebben stilgestaan bij wat die verlichting was, kijken naar de Franse Revolutie. Een periode dus van 1789 tot 1815. En die zal in verschillende video's voorbij komen. Eerst gaan we even kijken naar de periode van voor de Franse Revolutie. De periode van het zogenaamde Ancien Régime. En dat Ancien Régime is eigenlijk iets wat al vanaf de middeleeuwen bestaat. Maar zeker in de 17e en 18e eeuw is er sprake van het Ancien Régime. Is er sprake van de zogenaamde standensamenleving in Frankrijk. En de Franse bevolking is opgedeeld in drie standen. De eerste stand is de geestelijkheid. De tweede stand is de adel. En de derde stand, dat zijn de boeren op het platteland en de burgers in de steden. En iedere stand had zijn eigen specifieke rechten en plichten. Waar het eigenlijk vooral gewoon op neerkwam dat de eerste en de tweede stand, de geestelijkheid en de adel, vooral rechten hadden. En de derde stand, de boeren en de burgers, vooral plichten hadden. De eerste en de tweede stand hoefden bijvoorbeeld nauwelijks belasting te betalen. Terwijl de derde stand juist wel heel veel belasting moest betalen. De eerste en de tweede stand die hadden hartstikke veel grond in bezit. Terwijl het eigenlijk maar een beperkte groep was binnen die Franse bevolking. Die derde stand, zeker de boeren op het platteland, die moesten vaak herendiensten verrichten voor de tweede stand, de adel. En zo zijn er dus nog veel meer voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat er veel verschillen waren tussen die drie standen in Frankrijk. Dat Ancien Régime werd ook gekenmerkt door de absolute vorsten, het absolutisme, waar we het al in vorige video's over gehad hebben. Uiteindelijk lag de soevereiniteit echt bij de Franse koning. Nou, en met de opkomst van de verlichting kwam er ook steeds meer kritiek op dat Ancien Régime. Die verlichte denkers die zagen heel veel elementen die ze niet vonden kunnen. Zo waren er bijvoorbeeld de denkers Rousseau en Locke, die we daar links zien staan. En die pleiten dus voor dat sociaal contract. Die vinden dat de overheid echt voor de burgers moet zijn. En Rousseau die vond bijvoorbeeld dus zelf ook dat er meer gelijkheid zou moeten zijn. En dat die standen dus eigenlijk misschien wel afgeschaft zouden moeten worden. Terwijl Voltaire, die we daar rechts zien, die uitte heel erg grote kritiek op de misbruik van de macht door de kerk en door de staat. Dus eigenlijk die eerste en die tweede stand en die absolute vorsten, die misbruikten hun macht ten koste van de gewone bevolking. Het grote deel van de Fransen dat dus bij die derde stand hoorde. Maar die derde stand werd zelf ook steeds ontevredener over die situatie. Nou, waar waren zij dan ontevreden over? Nou, dat verschilde eigenlijk per groep, want die derde stand, dat was geen homogene groep. Die was zo groot, daar zaten allerlei verschillende groepen in, zoals bijvoorbeeld de boeren op het platteland. En waar waren zij dan ontevreden over? Nou, die landbouwgrond die was niet eerlijk verdeeld. Een groot gedeelte van de landbouwgrond was in handen van de adel of hoorde bij kerkelijke landerijen. De herendiensten die zij moesten verrichten voor de adel, dat was al vanaf de middeleeuwen zo, vonden ze eigenlijk niet eerlijk. Daar kregen ze niks voor betaald en het kostte hun alleen maar tijd die ze ook aan hun eigen grond en aan hun eigen gezin hadden kunnen besteden. De rijke burgers in de steden die waren ook niet tevreden. Hier moet je denken aan rijke handelaren en dergelijke. Dus die betaalden best wel veel belasting, want ze hadden ook best wel veel inkomsten. Maar daar kregen zij in hun ogen veel te weinig voor terug, want ze kregen bijvoorbeeld nauwelijks invloed in het bestuur. Dat was toch vooral voorbehouden aan de eerste en de tweede stand. Zij vonden ook dat er door de alle middeleeuwse gildenregels eigenlijk weinig economische vooruitgang was. Want vernieuwing werd tegengehouden door die eeuwenoude regels, door die eeuwenoude tradities. En die rijke burgers die wilden vooruit, die wilden vernieuwen. Die zagen dat Frankrijk achterliep ten opzichte van andere landen. En dat kostte hun gewoon geld. En daarnaast vonden ze het ook niets dat er eigenlijk geen vrijheid van meningsuiting was. De arme burgers in de steden, die we hier zien, die waren ook al niet tevreden, want die zagen ook dat die gildenregels, dat die hun werkzaamheden konden belemmeren. Als jij als timmerman zou willen gaan werken, dan mocht dat alleen als je lid was van de gilde. En zo kon je als arme burger dus bijvoorbeeld nooit, als arme ambachtsman in ieder geval, nooit echt een eigen zaak opbouwen, mits je geen lid was van het gilde. En je ziet dus dat die drie verschillende groepen binnen die derde stand allemaal verschillende redenen hadden om ontevreden te zijn. Maar er waren ook zaken waar ze alle drie ontevreden over waren. Want zij vonden het niet kunnen dat die derde stand overal voor op moest draaien en dat de geestelijkheid en die adel nauwelijks belasting betaalden. En zij vonden het ook niet kunnen dat de rechtspraak oneerlijk was. Daarin waren ze ook sprake van standverschillen. Als iemand van de derde stand werd jij zwaarder gestraft of eerder aangepakt dan iemand van de eerste of de tweede stand. En dat moest veranderd worden.
Nou, en die kritiek van die verlichte denkers, die we in de vorige dia zagen, en dus die ontevredenheid van die derde stand, dat samen, dat gaat ervoor zorgen dat uiteindelijk ook die Franse revolutie uit zal gaan breken, maar dat zullen we in de volgende video's gaan zien.